Mijn naam is Ramsey. Ik ben de Douchy Stay Reporter. En vandaag neem ik jullie mee naar de Caracas Bay en de Yantiel area. Mayronchi trip. We gaan dus een hele bijzondere walk maken vandaag. Iets sportiever wat we gewend zijn, maar dat moet ook kunnen. Want we hebben natuurlijk ook heel veel sportievelingen onder ons. Fossielen zien van koralen. Ja, dan heb ik toch na 5 minuten lopen een tip voor jullie jongens. Doe dit alsjeblieft 9 uur 's morgens. Ik heb het gehaald. De moeite waard, want wat je hier gaat zien, wow, prachtig. Je komt altijd thuis met mooie verhalen. Wauw. Maar heb je zo? In ieder geval heb je dus hier heel lang van de karakter. Het was een kleine klim, maar de moeite waard. Mooi uitzicht over het hele Caracas Bay, Schiereiland. Wow. Ja, en dan landen we een paar minuten verder bij de Tugboat Beach. En er is mij beloofd dat ik dus lekker mag afkoelen. Ik heb gehoord dat dit op heel Curaçao de meest gevarieerde duik- of snorkelplek is. Waarom de naam Tugboat Beach? En de Tugboat Beach is genoemd naar de Tugboat Schipwrak. Al jarenlang hebben ze hier een schipwrak laten liggen, hier precies voor de kust. En dat maakt het al speciaal. We hebben hier een pier dat we leven kunnen zien dat normaal gesproken alleen maar bij 20 meter dat je ziet. Maar nu kunnen we dat zien makkelijk met snorkelen. Dus het is een variatie van diepe zeeleven, ondiepe zeeleven en een schipwrak erbij. Dus incredible Quanticos. Dit is mijn leven. Ik hou er echt van om Curaçao te laten zien. Dus als je Curaçao bezoekt, gaan we lekker de pad op. Ga ik de mooie locaties laten zien van de eilanden en ook wat onder water leven. Ja, en na zo'n lekkere tour bij Fort Bekenburg en snorkelen bij Tugboat, blijven we even in de buurt. De Yantiel area. 4 stranden, 4 beachclubs op een rij. Let's go and take a look! Bij de volgende beachclub. Zo zie je het dus. 4 beachclubs op een rij. Elk met een eigen barretje. De ene wat groter dan de ander. De ene is wat knusser dan de andere. De ene is wat commerciëler dan de andere. Maar elk een eigen karakter. Wauw, wat een dag was het. Ik heb gehiked, ik heb gesnorkeld, ik heb gezwommen. Dan is het nu tijd voor iets veel relaxter. Unplugged beach sessions hier bij Zanzibar. Oh yes, jij altijd met de carpaccio, hè?